U luistert naar het nummer uh, van de tigre, een Hot Topic genaamd, waarin het probleem wordt aangekaart dat vrouwen vaak vergeten worden in de populaire muziek. En waar ik zelf eigenlijk niet met een probleem wil beginnen, maar ik wil juist beginnen met de data. Waarom? Ik wil het hebben over data in plaats van feiten. Als je het hebt over gender, gaat het heel vaak, het debat wordt snel heel emotioneel. Aan de ene kant heb je mensen die... Die zeggen van het kan niet ver genoeg gaan en moeten quota komen. Aan de andere kant heb je mensen die zeggen, nou dat is postmoderne, hoer moeten we daar ons nog steeds mee bezighouden? En ik quote hier uit een survey die we recent hebben gedaan. Uh, daarna wil ik iets vertellen over een aantal verklaringen die we vanuit de sociologie uh, kunnen aanbieden en ook vanuit gender studies. Daarna wil ik iets zeggen over of het nu eigenlijk wel een probleem is. Uh, laat ik voor een deel aan de, aan de toeschouwer over. En ik wil eindigen met een positieve noot om. Ja, het kijken of een verandering uh, mogelijk is. Maar laten we eens beginnen met, met de feiten. De feiten over hoeveel mannen en vrouwen zijn er nu eigenlijk actief in de popmuziek. Als je kijkt naar deze data, als amateurmuziek, zie je dat er een duidelijke arbeidsdeling is, zou je kunnen zeggen. Vrouwen zijn vooral actief als zangeres, mannen vooral als instrumentalist en met name over in het schrijven van teksten overigens. Side note: Ik ben niet verantwoordelijk voor deze vrij gendered kleurcombinatie. Dat is rechtstreeks gekopieerd uit een rapport. Uh, we hebben zelf onderzoek gedaan naar heavy metal als een soort van hobby-side project. Uh, en wat we hebben gedaan is: we hebben 350.000 bandleden ge gescrape'd uh, en uiteindelijk het percentage vrouwen was 3%. En. Als we nu even door over de landsgrenzen kijken, zien we dat de situatie in de VS vrij vergelijkbaar is. Vrouwen maken ongeveer 30% uit van alle musicians. Nu is het zo dat het feit van het aantal popmuzieken zegt natuurlijk nog niet zoveel over het succes. Uh, dus een van de manieren waarop je naar zou kunnen kijken is uh, hitlijsten. Oh, ik had een goede grap voorbereid, maar die valt een beetje in voor. Hitlijsten. Amerikaanse data. Uh, Wat je dus hier ziet, uh, is dat uh, de Amerikaanse data van 1940 tot 1990, je ziet eigenlijk dat er heel weinig verandert. Op 50 jaar ongeveer, zijn vrouwen verantwoordelijk voor ongeveer 20% van alle hits. En nu denk je van, dat is toch wel vreemd, want in de jaren 60 gebeurde het toch vrij veel in, in de wereld. En, en als je naar de data kijkt, zie je zelfs dat in de jaren 50 vrouwen Beter vertegenwoordigd waren in de hitlijst, wat toch wel vrij verrassend is. Je zou kunnen zeggen: van ja, die data die je nu gebruikt, zijn wel best wel oud. Er is zoiets als het Beyoncé-effect. En ik maak geen grap, er is een academische studie die heet het Beyoncé-effect. Is dat Beyoncé-effect er nu eigenlijk? Nee, niet in het Nederlands. Dit is data verzameld door de correspondent, de Rufus Kane, uh, in het Nederlands. En wat je dus ziet, is dat 20% van alle nummers die gedraaid worden op de radio. Uh, door vrouwen, van vrouwen zijn. En je ziet ook dat de andere radiostations eigenlijk het niet veel anders, beter, slechter doen. Dus DJ Roos Marijn zegt van ja, zij heeft waarschijnlijk gelijk, er moeten misschien meer vrouwen op de radio. Het grappige is dat zij ook een experiment deed waarin ze in haar uitzending um, dus een aantal uitzendingen alleen maar vrouwenstemmen draaide omdat de veronderstelling was dat vanuit de industrie uh, vrouwenstemmen irritant gevonden worden. Uh, dat zou op onderzoek gebaseerd zijn, maar dat, geloof mij, dat onderzoek is er niet. De grap is, ze draaiden alleen maar vrouwen en niemand die het echt maar opmerkte. Nu kun je ook nog naar festivals kijken. Dat is interessant, met name ook omdat qua inkomstenbron voor artiesten worden festivals steeds belangrijker. Live muziek wordt steeds belangrijker voor artiesten. En laten we eerlijk zijn, wie is er de deze zomer niet op een festival geweest? Toch? Ik zie hier één, twee. Voorzichtig gaan de handjes op, dit dus is een vorm van sociale controle. Je had op een festival moeten zijn. Maar je ziet dus wel 11,5% vrouwelijke artiesten op pinkpop van, vanuit 2012 tot 2016. Als je kijkt naar headliners, is het nog minder. 98% mannen. En dat van een festival wat genoemd is naar een roze pop. Toch wel vreemd eigenlijk. Op andere festivals zie je eenzelfde patroon. En dus het is het denk ik wel logisch dat Vice een kop heeft van het aantal vrouwen op Nederlandse festivalpodia is nog altijd jammerlijk laag. Echter, als je naar de UK kijkt, zie je weinig verschillen. Je ziet met name hier de Isle of Wight Festival, vooral heel veel mannelijke bands. Misschien zouden ze het moeten omdopen in Isle of Man Festival. <laughs> het is zelfs zo, als je kijkt, er zijn graphic designers geweest die twee festivalposters ten opzichte van elkaar hebben gezet. één met mannen en één uh, zonder mannen. En dan zie je dat een meerdaags festival in één keer verandert in een beetje druilerige middagvoorstelling. Uh, um, een van de verklaringen waarom er zo weinig vrouwen zijn op festivals zou dus kunnen zijn de volgende. Dat er een bepaald contract getekend moet worden. Dat is een grapje. Dat is niet, dat is niet echt zo, geloof me, geloof me. Um, ander aspect waar we naar kunnen kijken is media-aandacht. Want ja, media zijn toch vrij invloedrijk. Um, dit komt uit eigen onderzoek. We hebben een aantal jaren kranten onderzocht en gekeken van wat, wat voor aandacht is er voor kunst en cultuur in kranten. Er zijn vier landen over een hele lange periode. Hier zie je weer die vermalen dijken 20% terugkeren. Je ziet eigenlijk nauwelijks verandering van 1975 tot 2005. Ook weer hier jaar of jaren 50. Be, beter voor vrouwen, dat is toch wel een hele aparte, aparte conclusie. En dan zou je kunnen zeggen, ja, oké, okay, kwantitatieve aandacht is ook niet alles, kwalitatieve aandacht is ook. Uh, een belangrijk aspect. Als je kijkt hoe de media over vrouwen schrijven, zie je daar ook een bepaald patroon. Dit is Bethany Cosentino van Best Coast, die eigenlijk aankaart dat de recensent vooral zegt hoe sexy zij eruit zag. En uh, hij bemoont my lack of smiling. Dus de recensent zegt van ja, leuk optreden, maar ze had wel iets meer mogen lachen. En het is geen uitzondering. Ik heb een tijd geleden hadden we een talkshow in Rotterdam met Cindy van All for Nothing. En ik vroeg haar. Hoe vaak komt het nu voor dat in een recensie geen aandacht wordt besteed aan je vrouwelijkheid? En ze zei, eigenlijk nooit. Altijd wordt er wel iets gezegd dat ik een vrouw ben, dat ik een uitzondering op de regel ben. Nu denkt u misschien, misschien zijn de vrouwen in ieder geval nog beter betaald. Amerikaanse data, helaas, peanut butter zou ik bijna willen zeggen, 88 cent op de dollar. Dat is wel beter dan de normale verdeling onder de normale populatie, dat is 73 cent op de dollar. Um, Cijfers kun je wel over deporteren, maar verhoudingsgewijs zegt het wel iets. De data in Nederland is minder goed. Uh, wat je wel ziet is dat de verdeling tussen mannen en vrouwen iets um, schever is. De verdeling voor vrouwen is iets schever. Ik wil iets zeggen over de verklaringen. Waarom is dit nu eigenlijk zo? En een van de grappigste verklaringen die ik zelf tegenkwam, kwam uit uh, een, pop, een populaire verklaring vanuit de LA Weekly. En de LA Weekly zegt waarom. Zijn er minder vrouwen in popmuziek, met name rock, dan uh, mannen? Not because men rock harder than women, rather because men, in their overall drive for surrogate mommies' attention, read anyone with tits, will do anything for affection, will bat their emo-infested souls in front of total strangers, will wear their nugent stashes, that nugent, in front of total strangers, proudly like that dude from justice, will attempt to claw up from geekdom to glory like that every man, Brad Dannon. Nu is dit natuurlijk een enig, enigszins ironische verklaring. Vanuit de sociologie en gender studies is hier naar gekeken. Eigenlijk moet je dan beginnen met het idee van wat is nou het verschil tussen seksen en gender. Um, en het grappige is dat er in Nederland eigenlijk helemaal geen woord bestaat voor gender. Er is geen apart woord voor. Grof gezegd, en ik ga je vrij kort door de bocht: is, gaat seksen vooral over biologische verschillen en gender is een sociale definitie. Dus hoe. Hoe je, je, hoe je moet zijn en hoe je je moet gedragen. Hoe je moet lopen, hoe je moet praten, hoe je je moet bewegen. Uh, en in, in verhouding tot wat je van je verwacht wordt als man of als vrouw. Een van de belangrijkste verklaringen is natuurlijk gender-socialisatie. Hoe worden kinderen opgevoed? Hoe leren ze over sociale rollen? Uh, wat voor kleur moet een speelgoed zijn? Even kort door de bord geformuleerd. En wat past bij mannelijk en vrouwelijk gedrag? Gezin speelt dan een belangrijke rol in school. Maar natuurlijk ook de media. Denk aan muziek van welke instrumenten horen mannen of vrouwen te spelen? Welke genres zijn wel niet mannelijk of vrouwelijk om naar te luisteren. Maar ook is het wel vrouwelijk om zwaar bezweet op een podium op een gitaar te staan rammen. Nu denkt u misschien, nou dat klinkt allemaal vrij ouderwets in de oren, dit, uh, dit verhaal. Een beetje jaren 60 sociologie. Voor een deel is dat ook zo, maar het is natuurlijk daarmee niet onwaar. Uh, maar belangrijker denk ik nog, in, in die verklaringen van hoe die gender-ongelijk tot stand komt, is eigenlijk het idee van. Dat gender niet iets is wat je bent. Uh, not, niet iets is wat onveranderlijk is, maar iets is wat je doet in een sociale interactie. Je zou kunnen zeggen dat ik nu als man ook een beetje aan mansplaining ben. En dat doe je ook in, in, in de zin van dat je je gedrag vormgeeft, rekening houden met wat de maatschappij voor een deel van je verwacht. Je ziet daar een brony. Um, voorbeeld van gender doen: in mijn college, ik vroeg aan de studenten wat is nu eigenlijk een brony? Eén jongen steekt zijn hand op. Ja, meneer, een brony is een, een man die van My Little houdt. Serieus, het is een subcultuur. Ja. En meteen daarna een andere jongen zegt, hoe weet jij nou wat een brony is? En wat, wat die andere jongen daarmee deed, is eigenlijk zijn eigen mannelijkheid bevestigen, ten opzichte van de rest van de klas, maar ook dan nog van die andere man. Want je hoort als man niet te weten wat een brony is. Het zijn eigenlijk heel sociale interacties waar mensen ja, hun mannelijkheid of hun vrouwelijkheid laten zien. In de muziek komt het heel veel voor. Dit is Grimes. Dit is een citaat van haar waarin ze zegt: van, I'm tired of men who aren't professional, or even accomplished musicians, uh, continually offering me to help out, uh, without even being asked. En wat ze hiermee laat zien is dat sommige interacties tussen mannen en vrouwen, hoewel misschien heel goed bedoeld, toch het idee bevestigen van: Ja, als vrouw kun je dat waarschijnlijk niet, dus ik zal je maar even helpen. En dat klinkt heel onschuldig, maar daardoor. Ja, wordt er wel een bepaalde dynamiek in stand gehouden, wat in de psychologie ook wel microagressies worden genoemd? Nog een goed voorbeeld, en ik moet even hier een beetje aan staan om het te lezen. Een Nederlandse band Bells of Youth um, schreef een artikel. Uh, we zijn een band met tien now Nou. En maar wat ze eigenlijk doen, is ze laten zien van hoe er over vrouwen gepraat wordt, door recensenten, met name. Uh, ze, laten, ze draaien dat eigenlijk om, ze laten zien hoe er over mannen. Gepraat wordt. En ze zeggen, natuurlijk is het altijd fijn alsof je gepraat wordt, maar zegt er ooit iemand tegen de zanger van Raccoon, gast, zet die bol uit af en laat je kleden door een professional. Wordt Metallica ooit een jongensgroep genoemd, Mumford the Sons een jongensband en de een Slayer een, duidelijk een vriendenband. Vroeg er ooit iemand aan Lou Reed of die al zijn nummer zelf heeft geschreven. Goh, wat knap. Deed Nickelback het met elkaar? Oké, okay, slecht voorbeeld. Uh, laat u eerlijk zijn, met zo'n reet hoeft de zanger van Go Back to the Zoo eigenlijk geen instrument te kunnen bespelen. Waarom heeft de jeugd van tegenwoordig voor die albums gekozen terwijl ze in het echt veel knapper zijn? Wie van de Moses and the Firstborn zou jij doen? Gaat Pete Wine stoppen met Fallout Boy nu hij een baby Ik zat even te denken of nou een mannetje of een vrouwtje was. Dat zit toch helemaal in je genderverhaal, dat snap je natuurlijk wel. De idee van mannelijkheid en vrouwelijkheid is in de Gender studies en social media heel veel over geschreven. En wat je ziet is het idee dat de, de soort kerneigenschappen van mannen en vrouwen complementair aan elkaar moeten zijn. Dus wat er dus gebeurt als vrouwen niet gedrag vertonen wat complementair is aan wat we verwachten van mannen, dus niet timide zijn, niet meegaand, dat ze daarmee eigenlijk de gender-hierarchie ter discussie stellen. En op die manier worden gestigmatiseerd. Dus vrouwen die autoritair zijn, worden een boze vrouw of een trut genoemd. Vrouwen die een wat meer bloeiend seksleven hebben, een slet. Dus hiermee wordt, wordt eigenlijk gender ook gedaan. En dit kwamen we tegen toen we onderzoek gingen doen naar verschillende artiesten die een heel erg excessieve rock and roll lifestyle uh, leefden. Wat vrij als mannelijk gedefinieerd wordt vaak. En wat je ziet in het eerste voorbeeld, de artiest, dus die heel erg rock n roll, altijd te laat bij optredens, altijd dronken, vrij uh, slecht uitziend. Bij de eerste artiest zegt de journalist, ja, we moeten ons zorgen maken over deze persoon, want ja, dit gaat echt uit de hand lopen. Bij de andere artiest wordt er gezegd, nou, wat fantastisch dat die persoon het doet. Hij heeft moed, hij durft risico te nemen. En hij heeft geen angst voor kritiek. Amy Winehouse, P. Dorothy. Hetzelfde gedrag, compleet andere manier van beoordelen. De vraag is natuurlijk: is dit een probleem? Dat wil ik voor een deel aan jullie zelf overlaten. Dat is niet omdat ik discussie uit de weg ga, maar omdat ik vind dat je als wetenschapper toch ook soms wel een bepaalde distantie moet betrachten. Belangrijk is wel. De Talent is normaal verdeeld, normaal gesproken. Dus mannen en vrouwen zijn over het algemeen even talentvol. En popmuziek is niet langer meer een onschuldige hobby van stel hobbyisten, maar is echt een multimillion industry waar veel werkgelegenheid een rol speelt. wil ik afsluiten met een positief voorbeeld uit de sport. Om ook te laten zien dat genderverhoudingen niet alleen belangrijk zijn in muziek, maar ook dezelfde dynamiek eigenlijk in sport een belangrijke rol speelt. Tom Bonimolla wint de Giro d'Italia wordt geschreven in het NRC, hij is de eerste Nederlander. Golven van kritiek, Marianne Vos was de eerste Nederlander die de Giro d'Italia won. Blijkbaar heeft het NRC toch iets gedaan met de kritiek, want um, Tom Dumoulin wint de tijdrit en vervolgens wordt er toch op een andere manier geschreven, namelijk Tom Dumoulin was als eerste man die de tijdrit won. Wat wil ik daarmee zeggen? Gender is een sociale constructie, maar is daarmee dus ook onderworpen aan sociale verandering. Dankjewel.